Koen, heb jij toevallig thuis een pak waar je een paar honderd euro voor betaald hebt, maar je al, weet ik het, weken of maanden niet gedragen hebt? Nou, misschien nog wel jaren, pik. Nou, ik heb precies hetzelfde. Heel veel mensen die ik gesproken heb, hebben dat ook. Dus toen dacht ik, wat nou als jij dat pak voor een paar tientjes aan iemand kan verhuren? Ja, dat zou wel fijn zijn, man, want dan kan ik het nog wat mee verdienen. Exact. En die persoon kan goedkoop een pakje huren in plaats van voor 60, 70 euro. En dat bracht mij op het idee voor Suitup. Let's go. Laten we daar eens even over hebben. Oké. Dus, stel je voor, hè. Ik heb een pak nodig, want ik heb gala. Ja. En ik ga naar www.suitup.nl. En daar ga ik eigenlijk kijken naar verschillende verhuurders die allemaal pakken erop hebben gezet. En ik kan gewoon voor 2 of 3 tientjes kan ik een vet pak vinden. En in mijn maat 42. En binnen een paar dagen krijg ik hem binnen of kan ik hem ophalen. Ja. En daarna breng ik hem naar de stomerij. En ik stuur een bericht terug naar de verhuurder met allemaal mooie herinneringen. Hey, tof man, bedankt voor de gave avond. En hopelijk kunnen nog heel veel andere mensen hiermee een plezier doen. Oké, dat ging heel snel. Ja? Samengevat. Jij hebt mensen die een pak willen verhuren omdat ze hem nooit dragen. Je hebt mensen die een pak nodig hebben omdat ze een keer een gala hebben. Maar die hebben geen pak of ze passen hem niet meer. Die kunnen jouw pakje huren. Jij verdient wat centen. Zij hebben een leuke avond. Iedereen is blij. Dat klinkt als een goed idee. Jij zegt je gaat een website doen. Ja. Ik denk zelf dat ik voor een applicatie zou gaan. Ja. Maar zoals jij ook weet, een goede website laten bouwen, een goede applicatie laten bouwen, dat is duur. Dat kan heel duur zijn. Ja, zeker. Dus mijn tip aan luisteraars en mensen die een business willen beginnen, is zorg dat je snel en goedkoop kan falen. Kan ontdekken wat wel en niet nodig is. Ga niet een applicatie of een website laten bouwen voor tienduizenden euro's. Ga in plaats van daarvan bijvoorbeeld een WhatsApp-groep maken. Met een aantal mensen die een pak hebben. Mm-hmm. Een aantal mensen die soms een pak nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld bij het koor zitten, weet ik veel. Ja. En laat die mensen nou eens met elkaar communiceren en kijken of zij het aan elkaar kunnen verhuren. Dat is stap 1. Zeg je daarna van dat werkt goed. Ga dan bijvoorbeeld een keer een kleine applicatie bouwen. Dat kan met bubble.io. Kan je bijvoorbeeld een makkelijke applicatie bouwen die wel alle functies heeft. Hmm. En dan kun je voor een paar tientjes of een paar honderd euro, kan je al een hele goede testgroep hebben van een tiental mensen. Ja. Dus dat zou ik sowieso aanraden, man, bij dat concept. Dan heb je nog wel een mooie aanvulling erop. Want je hebt natuurlijk ook dat sommige mensen, hè, helemaal aan het begin denken van, hey, mijn opa wil een pak of heeft nog wel een pak te verhuren. Nou, mijn tante die wil ook wel een pak, zei ze, hè, voor de volgende keer met dat feestje. En mijn broertje van 16, die wil er ook wel eentje hebben. Nou, dat is hartstikke leuk, maar dan heb je een hartstikke breed doelgroep. Hè? Ja. Je wilt eigenlijk zorgen dat je een kleine niche hebt. Ja. Of gewoon een niche. Hè? En wat moet je dus doen? Zorg dat je een specifiek doelgroep hebt. Maar je doelgroep moet groot genoeg zijn om wel opdrachten binnen te krijgen. Maar klein genoeg om hun aandacht te vragen. Zeker in het begin. Ja. Voorbeeld, zorg ervoor dat jouw doelgroep 18 tot 25 jaar is. Jongeren die nog nooit eerder een pak hebben gedragen. En nu een gelegenheid hebben om een keer een leuk pak te dragen. Maar ze hebben niet zoveel geld. Dus ze willen maximaal 2 of 3 tientjes voor uitbesteden. Dus zorg gewoon voor dat jij dus die specifieke doelgroep hebt. En dat jij daarop gaat focussen. Komen andere mensen erbij? Dat is helemaal prima. Maar zorg eerst ervoor dat je dat groep zo binnen hebt. Die groep, sorry. Geen probleem. Hangt vanaf welke niche je kiest. Hangt van. Nee, ik denk dat het. Oh, die is flauw. Ja, wat je zegt klopt helemaal. Wat ik bijvoorbeeld zou doen bij dit is kijk bijvoorbeeld eens naar veel van die studenten die van die gala's hebben. Moeten die nou vaak bijvoorbeeld een rockkostuum hebben of whatever. Kijk of je daar iets in kan vinden. Zodat je die kleine doelgroep aan kan spreken. En daar echt de harten kan veroveren. Ja. Dus daarna met die learnings kan doorgaan groeien. Nou is mijn vraag aan jou. Hoe ga je geld verdienen met dit idee? Hoe ga je geld eraan verdienen? Ik zou er geld aan verdienen omdat je natuurlijk de verhuurders hebt. Daar ga je langs. Je zorgt eigenlijk dat je mooie foto's maakt van de pakken zelf. Zodat je die op de website kan zetten. Dat ga je zelf doen. Dat ga je zelf, zeker in het begin, okay. Hè, want dat wil je heel erg stimuleren. Ja, zou ik niet doen. Nee, hoezo kost te veel tijd. Ja, en neemt de originaliteit van het hele concept weg, wat je juist ziet op andere sites. Jij kijkt naar Airbnb zeker, die dat allemaal professioneel laten doen soms. Nou, het is wel zo dat op een gegeven moment een stap was om het groter te maken. En je hebt, weet je wat het is?
Het wordt wel betrouwbaarder op het moment als er goede foto's zijn gemaakt. Ja. En dat er een leuke biografie erbij staat. Want dan vertrouw je zo'n persoon ook meer. En als je dan een pak aanneemt, denk je van hey, luister, ik wil het pak wel mooi laten. Want ik ken die persoon. En als je geen eens een foto van die persoon hebt, of een beschrijving, of je weet niet eens of het een man of een vrouw is, 20 of 70 jaar, dan boeit het jou geen ster wat er met het pak gebeurt. Klopt. Ja, ik zou het ook zeker doen eerst in kleine kringen. Bijvoorbeeld binnen een studievereniging of binnen een studie. Mm-hmm. Van mensen die elkaar kennen. En zeker van mensen die dicht bij elkaar wonen of elkaar regelmatig op een plek zien. Ja. Zodat je ook niet met, als iemand in fucking Groningen een pak wil huren aan iemand in Zeeland. Mm-hmm. Wordt een beetje lastig, weet je. Dan moet je het weer van sturen, dat maakt die marge veel moeilijker. Ja. Ik zou inderdaad wat je zegt, klein beginnen, testgroep. Die testgroep goed laten lopen. Als dat goed gaat, de dingen die daaruit leert, groter gaan trekken. En dan kan je misschien een keer gaan investeren in een app of een website of whatever. Ja, dus een tip erin is ook, zorg gewoon dat je op één locatie begint. Zodat daar eigenlijk succes wordt behaald. Ja. En dan kun je uitbreiden naar andere locaties. Ja, en zelfs ik ben trouwens nu weer helemaal aan het afgeleid. Want het ging vooral om hoe we geld gaan verdienen. Oh, hoe gaan we geld verdienen, Jaro? Ja, nou ja, dat was... Ja, oké, dus jij wil een marge pakken erop. Ik zou zeggen, pak een marge bijvoorbeeld van de 3 tientjes... dat jij elke keer zegt van bijvoorbeeld 5% van de verhuur gaat naar jouw rekening toe. Ja. Hè? Dus ik denk dat het ook nog mooi kan zijn, want wat je zegt, dat is natuurlijk maar in het begin als je weinig gebruikers hebt, is dat misschien lastig om te doen. Omdat het heel weinig geld opbrengt. Ik weet niet of het dan waard is. Maar je zou ook kunnen doen bijvoorbeeld affiliate marketing. Dus dat je een linkje plaatst van bijvoorbeeld bol.com producten, een horloge dat er goed bij past of whatever. Mm-hmm. Dus iemand via die link koopt. Weten ze dat ze van ons vandaan komen, van de Suitop applicatie. En dan krijgen wij bijvoorbeeld een bepaald percentage van die aankoop. Ja. Dat zou nog een manier kunnen zijn. Verder kun je bijvoorbeeld met leden werken. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop je eigenlijk geld erop kan verdienen. En het hoeft niet altijd per se een percentage te zijn of zo. Nee. Dus daar zou ik creatief over nadenken. Er zijn heel veel percentages. Er zijn vele concepten die jij na kan apen. Die je zelf niet hoeft te verzinnen. Want we zijn tegenwoordig al een aantal jaar online bezig. Ja. Een Facebook werkt met advertenties, een Airbnb. Volgens mij werken zij wel met percentages of ook niet? Ja, ik denk het wel. Volgens mij werken ze met percentages. Daarom. Ja. En dan heb je al twee bedrijven, organisaties die al fucking succesvol zijn. Waarvan jij dus het concept gewoon makkelijk kan overnemen voor je eigen bedrijf. Dus hoef je niet eens zo hard over na te denken. Je moet alleen weten hoe zij de stappen hebben gezet helemaal aan het begin. Ja. Ja, dat denk ik ook wel, man. Dat je gewoon op die manier het sterk kan doen. Ja. Je hoeft niet zelf het wiel opnieuw uit te gaan vinden. Nee, precies. Nou, dat zou heel mooi zijn, hè. En hoe zou je het dan zelf... Ja, is dit ook wel het gedeelte van marketen dan? Ja, dat komt nu. Kijk, nu wil ik gaan kijken van oké, hoe ga je het aan de man brengen dan? Ja. Daar hebben we allebei ook een beetje over nagedacht. En hoe zou jij het aan de man brengen? Kijk, ik... Persoonlijk, ik zou zoals ik al zei, denk ik gaan kijken of er in die hele studentenwereld, of daar ruimte is voor mensen die veel gala's hebben, date-diners, al die mikmak, die bijvoorbeeld vaak pakken nodig hebben, maar één keertje of zo. Ja. Kijken of ik daarop in kan spelen en daar bijvoorbeeld een match kan vinden tussen twee groepen. Precies. En daar zou ik dus inspelen, een specifieke groep. Ja. Wat ik ook voor me zou kunnen zien is dat er bijvoorbeeld dat er gala aan zit te komen. Dat is dit jaar niet gebeurd. Maar dat je dan bijvoorbeeld micro-influencers inzet. Dat wordt wel wat duurder, maar dus dan moet je daar goed over nadenken. Van oké, welke micro-influencers met ongeveer 10.000 volgers spreken bijvoorbeeld een bepaalde middelbare school heel erg aan. Ja. En dan kun je via daar bijvoorbeeld het platform pushen. Kijken of dat... Precies, dus dat je heel veel mensen gaat aantrekken omdat die jongens of meiden bekend zijn. Ja, of in ieder geval bij een hele kleine groep, maar wel heel veel impact hebben. Ja, precies. En een tip daarbij is ook, hè, van je kan, ik zou bijvoorbeeld heel snel kiezen voor een duur pak. Hè. Dan denk ik van ja, eindgala, daar ga ik wel eventjes voor uitpakken. En dan zou ik het verder prima vinden om daar 80 of 100 euro aan uit te besteden voor een keertje dan. Hè. Maar ja, misschien is mijn mailing helemaal niet relevant. Dus maak wel wat de mensen zelf willen. Dit doe je inderdaad door gewoon aan mensen zelf te vragen. Maar vaker is het beter om te kijken naar wat voor acties ze zelf ondernemen. Sta je ook achter, hè? Van je kan wel iets aan mensen vragen, maar dat betekent niet per se dat ze dan daadwerkelijk ook dat pak gaan halen of kopen of huren. Mm-hmm. Heb jij een idee hoe je erachter kan komen om te zien van oké, hier hebben ze wel interesse in en daar hebben ze geen interesse in?
Ja, dat is gewoon snel falen. Dus dat is gewoon daadwerkelijk dingen gaan testen. Ja. Dus dat is ook kijken van oké, kunnen we met een influencer werken? Krijgen we dan mensen op de website? Wat doen die mensen op de website? Okay. Dat is gewoon allemaal testen. Kijk, dat is gewoon weet goed wie je probeert te targeten, wat je probeert. Mm-hmm. Kijk, wat je wil behalen. Wil je dat ze een e-mail achterlaten? Wil ze dat je volgt op Instagram? Whatever. Ja. En ga dat meten op basis van de dingen die je doet. Ja. Maar zorg dat je dat goedkoop doet. En dat je niet een paar honderd of paar duizend euro in advertenties gaat stoppen. En dat dan blijkt, oh, dit werkt helemaal niet. Nee. Dus de kunst is om vroeg te beginnen, snel te falen. En sowieso het begin gaat altijd traag en gaat nooit perfect. Nee. Dus je moet zorgen dat je begint en dan gaat aanpassen of wat beter kan of waar de fouten liggen. Ja. Zeker waar. Ja. En heb jij nog een andere tips die je altijd moet meenemen of kan meenemen in een concept om een bedrijf op te zetten? Zoals deze. Om een bedrijf als dit op te zetten. Ja, kijk. Zoals jij net al zei. Het is belangrijk dat je niet zelf het wiel gaat uitvinden. Nee. Er zijn heel veel grote bedrijven die al succesvol gedaan hebben wat jij wil doen. Of iets lijkt op wat jij wil doen. Ja. Wil jij bijvoorbeeld een kledingmerk beginnen? Kijk dan naar grote kledingmerken die het voor jou al gedaan hebben. Kijk wat ze goed gedaan hebben. Kijk wat ze niet goed gedaan hebben. En gebruik die inzichten. Dus doe een case study van dat kledingbedrijf waar jij door geïnspireerd bent. Of van die autoverhuurder die doet wat jij wil. Whatever. Ja. Want door goed af te kijken bij je concurrentie, kan je echt duizenden euro's en jaren tijd besparen. Mm-hmm. En misschien een leuke aanvulling ook nog. Ik zeg dat trouwens best wel vaak. Weet je dat? Leuke aanvulling. Nee. Het is helemaal geen leuke aanvulling. Het is geen leuke aanvulling, jongens. Godverdomme. En je kan ook sommige mensen zeggen dan van, ja, maar luister, omdat ik dan mijn concurrentie ga nadoen, betekent dat ik niet meer speciaal ben in mijn eigen bedrijf of in wat ik aan het doen ben. Ja. Maar we zien ook heel vaak dat een bedrijf dezelfde soort stappen moet zetten om bepaald succes te bereiken. Ja. Maar dat je wel een ander soort, dat niet per se, okay, laat zeggen, je wilt een bepaald doel behalen en er is een route naartoe. Maar dat betekent niet per se dat als jij het doel hebt behaald, dat je dan precies op je concurrent moet lijken. Ik heb een perfect voorbeeld voor je. Auto's leasen. Ja. Hoe lang gebeurt dat al, denk je? Ik zou echt niet weten. Ik weet niet, maar ik denk al een jaar of 30, 40. Okay. Fucking lang al. Geen idee. Maar lang al. Tientallen jaren wel. Ja, ja. Is een businessmodel dat zichzelf bewezen heeft. Werkt goed. Ja. Toen waren er een paar slimme gasten die dachten, iedereen fietst. Er zijn een hoop studenten met een fiets die de hele tijd uit elkaar flikkert. Waarom kan je niet een fiets leasen? Ja. En tada, there comes swapfiets. Mm-hmm. Je hebt een idee gepakt, veranderd en er iets super succesvols van gemaakt. Omdat je creatief erover nagedacht. En wat je dus ziet, kijk, er wordt ook altijd gezegd, die hele bekende quote die helemaal plat gereden is en opgestampt en iedereen heeft het al 600 keer gehoord, maar ik ga het lekker toch zeggen. Great artist steal. Nee, wacht, nou zeg ik het zelf ook nog verkeerd. Stop it. Good artist steal, great artist copy. Of is het precies andersom? Het is precies andersom. Good artist copy, great artist steal. Nou ja, fuck it, maakt niet eens veel uit. Het gaat om het feit dat je inspiratie kan halen uit allerlei dingen. Stukjes kan stelen ervan. Goh, dat iets kunnen huren of leasen. Weet je wel, dat pak ik en dat combineer ik met die fiets en dan bedenk ik een prachtig nieuw idee. Want alles bestaat al. Het is enkel allemaal een combinatie van de dingen die er al zijn. Dus beter goed gestolen dan slecht bedacht. Ja, dat is een ander gezegde, maar dat is ook dat is een Nederlandse versie. Dat is ook een goed gezegde. Lekker, Koen. Gewoon eindelijk een keertje. Wow. Mooi, mooi. Ja, dat is best wel, zijn wel best wel ver. Ja, ik denk wat jij dus zegt inderdaad. Nou, dat is dus, hè, ik kan, maar gewoon zo dezelfde stappen zetten, maar gewoon een ander concept. Maar dat betekent niet dat jij alle stappen zelf moet ontdekken. Nee. Zeker niet. Nee. Zeker en hoe kom je achter de stappen? Is dat letterlijk gewoon bijvoorbeeld mensen opbellen van het bedrijf? Of is het letterlijk op Google intikken? Is het een combinatie van elkaar om die informatie te achterhalen? De stappen? Welke stappen bedoel je precies? Bijvoorbeeld van een concept. Bijvoorbeeld Airbnb, hoe dat is opgezet. Is dat heel makkelijk op Google te vinden? Ja, case study gewoon gaan doen. Je weet toch? Je gaat alle jaarrapporten, video's op YouTube, LinkedIn, Wikipedia, weet je wel. Je gaat gewoon allerlei dingen lezen. Kijk, dat is wel
soms op je geluk, maar ga ook niet één video kijken. Want ja, je wilt toch zo graag succesvol zijn. Als je dan niet eens de moeite kan nemen om de concurrent goed te analyseren, dan heb ik slecht nieuws voor je. Alles kijken. Ja, alles. Je moet gewoon, kijk, je moet er niet in doorslaan, maar zeg gewoon, oké, ik ga nu een week hiermee aan de slag. Ik ga gewoon goed inzicht eruit halen en die ga ik gelijk actiepunten van maken. Ja, en aantekeningen maken terwijl je het aan het kijken bent. Ik heb ook zo vaak gehad. Samenvattingen. Dat ik gewoon denk van, hey, ik kijk gewoon een paar filmpjes en dan denk ik op een gegeven moment van, oh ja. Maar ik merk nu wel dat er rode lijnen zit, maar ik heb eigenlijk geen notitie gemaakt van de eerste paar filmpjes. En dan denk ik van, ja, dat is eigenlijk zonde van mijn tijd geweest. Dus, nou, korte tip, maak altijd aantekeningen als je iets aan het kijken bent. Ja. Altijd. Verder, om de rode lijn in ons verhaal ook een beetje vast te houden. Oké, we hebben het nu kort gehad over het concept genaamd Sudap, waarbij mensen pakken die ze hebben kunnen verhuren. Daar was ik op gekomen, daarna heb ik het met jou erover gehad. Ik heb dat ik heel veel conceptjes bedenk en ik zeg niet dat ze allemaal geniaal zijn, maar er zit vast wel eens een goed idee bij. Want het idee is 10%, uitvoering 90%. Meer. Maakt niet zoveel uit. Daarom hebben we ervoor gekozen om dit format tot leven te roepen. Dit geven we weg aan jullie. Als luisteraar of kijker, weet je, als je dit concept interessant vindt of vet, ga er vooral mee aan de slag. Of vervorm het een beetje. Ga er iets mee doen. Als je nou zegt van, nou, ik doe het graag met jullie. Dat kan ook. Stuur ons even een berichtje. Dan kunnen we echt wel een keer callen of iets. Om het daarover te hebben. Want dat lijkt ons ook leuk. Al is het maar gewoon om het over te lullen. Verder kan het ook heel goed zijn. Dat je dit hebt gehoord. En dat je denkt, wat een waardeloos kut idee. Ik ga het nooit doen. Maar ik wil wel graag. Sukkel. Ik wil wel graag ondernemen. Maar ik heb dat idee nog niet echt bedacht. Dat vind ik lastig, weet je wel. Tingelingeling. Ja, zoveel. Ik kan wel gaan dropshippen. Maar ja, dat doet mijn buurman, zijn grootmoeder en de vader daarvan ook al. Dus misschien moet ik wat anders gaan doen. Dan benader je Jaro. Dan. Want jou is het vol met ideeën. Ja, ik heb veel ideeën. Ja, je kan mij altijd een berichtje sturen. Voor 100 euro heb je van mij een goed idee. Mag je even grabbelen in zo'n ideeën? Nee, serieus. Want anders gaan we weer veel te lang lullen over allemaal bullshit. Het gaat altijd helemaal fout. Ik zit helemaal vastgeplakt weer aan mijn stoel. Het is hier bloed heet. Is dit. Ik heb een tip voor jou. Laatste tip, hè? Nee, ik heb er twee. Dat is de volgende. Als jij nou een idee wil bedenken voor een bedrijf, maar je hebt geen idee hoe je erbij moet komen. Nou, dan ga je het klassieke brainstormen een beetje doen. Ja. Hoe kun je nou goed gaan brainstormen? Wat ik zelf doe, hoe ik op dit idee ben gekomen, is je neemt bijvoorbeeld een businessmodel. Of een groot bedrijf. Bijvoorbeeld, je kan zeggen e-commerce. Dus online dingen verkopen. Mm-hmm. Of artificial intelligence. Of virtual reality. Of de deeleconomie. Allemaal dat soort concepten van businesses. Die kun je nemen. Die schrijf je op een papiertje. Daarna ga je naar random word generator online. En dan krijg je een hele lijst met woorden. En dan ga je die woorden koppelen aan dat businessmodel. Okay. Zoals ik heb gedaan met deeleconomie was... Goh, de deeleconomie. Dat is, ik heb iets en ik wil het verhuren, want ik gebruik het niet fulltime. Wat kan ik doen? Wat heb ik nou? Oh, ik heb een pak dat al lang ligt. Oh, dat pak kan ik misschien wel verhuren. Precies. En zo zie je dat er echt fantastische ideeën ontstaan. En dan zo zie je ook dat er de mooiste ideeën tevoorschijn komen. Dus door 30 minuutjes de tijd te nemen en is helemaal out of the box te denken, kan jij ideeën bedenken die echt de wereld kunnen veranderen. Mm-hmm. En het echt op te schrijven. Ja, zeker. Meeschrijven. Meeschrijven, altijd. Altijd. Dus dat is mijn tip voor jou. Dat is wat meer echt een brainstormachtige manier. Nou, ja. Zoals Koen ook al zei, dit is de tweede keer dat we dit opnemen, want er waren wat technische mankementen. En toen zei Koen al van, ja, oké, ik vond die vorige opdracht nog een beetje te creabea. Daar heb ik niet zoveel mee. Wat ik dan sowieso aan iedereen als tip wil geven, als je zaken doet, of überhaupt als mens gewoon, het is leuk om te doen, is ga al je irritaties die je op een dag hebt, ga die noteren. Ik moet 's ochtends uit mijn bed opstaan om de wekker uit te zetten. Vind ik irritant. Ik moet 's ochtends als ik onder de douche wil gaan staan, als ik zo het knopje wil draaien, sta ik altijd zo half zelf onder de douche. Dus dan wordt altijd mijn arm nat, terwijl het water koud is. Ah, zwaar niet leven, fijn. Zwaar leven. Ik maak er weer veel te lang verhaal van, dus ik ga het nu even korter maken. Wat je doet. Dagelijks in je leven heb je allerlei irritaties die je tegenkomt. En de grootste business ideeën, zoals bijvoorbeeld Uber of Airbnb, zijn ontstaan uit die irritaties. Dus ga voor jezelf die irritaties opschrijven en checken met de mensen om je heen. En als jij nou een irritatie hebt gevonden die heel veel mensen hebben, maar waar geen oplossing voor is, dan denk ik dat daar een hele waardevolle business in kan zitten. En door te kijken naar al die irritaties, heb jij misschien wel het volgende Uber of Airbnb idee.
Nou, dat vind ik een mooi idee. En Koen denk ik ook. Ja, het is wel heel mooi hoe je het weer gaat afsluiten, ja. Ja, prachtig. Met de volgende Uber, jongens. Ja, veel succes. Te verkopen. DM ons, gaan we jou nog helpen. Ja, ga gewoon bij stage. Abonneer. Nou ja, volg ons op alle kanalen, die staan hier gewoon onder. Je kan het ook luisteren. Vertel het ook even aan vrienden. We werken hier keihard vindt. En als je het kut vindt, laat ook even een comment achter met van, oké, wat vind je kut? Dan weten we dat ook. Niet alleen kut, maar wat vind je kut? Ja, precies. Heel duidelijk. Vind je, mag je ook ons zeggen. Helemaal uitschelden. Ja, precies. Dan jou gaat Koen alleen verder. Dankjewel voor het luisteren. Ja, dankjewel. Laat een comment achter. Als je dit luistert via Spotify of dingen. Spotify, volg ons. Dat kan tegenwoordig. En Apple Music, doe even 5 sterren. En laat even weten welke twee dingen jij met elkaar gecombineerd hebt om een leuk ideetje te bedenken. Ja. JJ zei ook, hè, je moet onze review 5 sterren geven. En toen gingen de mensen op een gegeven moment allemaal 1 ster geven. Ja, klopt. 1 ster mag ook, fuck jou dan. Voor nu, wil je Stuart opstarten, connect ons. En 1 ding moet je altijd onthouden. Fuck goeroes, wij zijn lotgenoten. Peace. Later.